alle vijf op een rij. Welkom bij Haspengouw TV. Vandaag is Navdeep Kaur onze gasten en zij is brugfiguur tussen de Sikh-gemeenschap en de truienaren. Welkom, Navdeep. Dankjewel. Vandaag zou ik het met jou willen hebben over de smaakzin, het smaakzintuig. Indisch eten heeft ook een typische smaak. Hè. Wat is dat dan wat de mensen juist proeven? Ik zou wel zeggen wat de basis is van elk Indisch eten, want we hebben heel veel kruiden, ik kan ze moeilijk allemaal noemen. Ja. Wat eigenlijk in de meeste saus gaat, is ajuin. Gebakken ajuin, afhankelijk van de olie. Je kunt kokosolie gebruiken of je kunt mosterdolie gebruiken. Of zonnebloemolie. En daarnaast gember en look en tomaten. Die gaan wel meestal in de meeste sauzen. En daarnaast heb je dan kurkuma en dan zout natuurlijk. En dan noem maar op, rode peper. Wat heb je dan allemaal? Kardamom en zo van die al. Dus afhankelijk van de saus doe je dan nog extra curry bij. En curry, dat is niet iets typisch Indisch dan? Curry, ik denk dat dat gewoon eigenlijk de basis is. Je kunt curry is wel een heel vaag woord ook wel. Dus het kan van alles zijn. Ja. Voor mij is curry zo'n gele saus die ze vaak met rijst geven. Kip curry. Ja, dat is eigenlijk de basissaus eigenlijk. Want ik ging eens eten met een Indische vriendin van mij, bij haar thuis, ze had gekookt. En zij zei, ik doe overal curry bij. Dus spinazie met curry. Overal curry. Dus typische Vlaams gerechten met curry was heel lekker. Bedoelde ze misschien kurkuma dan? Nee, zij zei curry. Curry. Ofwel heb ik het verkeerd verstaan, dat zou ook curry. En ken je smaken van de Belgische keuken dat je zegt van, oh, dat vind ik ook lekker? Er zijn heel veel dingen van de Belgische keuken die ik wel lekker vind, maar het enige wat moeilijk is hier, is dat ik vegetariër ben. Ja. Dus dan vallen er ook heel veel gerechten al weg. Maar bijvoorbeeld als we naar een restaurant gaan en zo en ik kan een vegetarisch iets bestellen, dan vind ik dat meestal wel heel lekker. Ja. Het is minder pakkend op je tong. Het is niet pikant. Maar dat is ook wel leuk om soms eens te hebben. Bijvoorbeeld frietjes, daar zijn we gek op thuis. En we doen daar ook niks bij of zo. Maar ik heb wel zo pizza en pasta, bijvoorbeeld, dat is meer de Italiaanse keuken dan. Daar doen we wel onze Indische kruiden naar bij. Dan maken we daar eigenlijk toch een Indische versie van. Ja. En jouw man is ook Indiër. En jullie hebben ook een zoontje? Ja, van 2 jaar. Ja. En... ja, die eet liever frieten dan Indisch eten. Is het waar? Ja. En jij bent in België geboren of in Indië? Ik ben in India geboren. Maar ik was maar 3 jaar oud toen ik naar hier kwam. En hoe ben jij hier terechtgekomen? Ben je geadopteerd of heb jij... Nee, via mijn ouders. Die kwamen naar hier. Eerst was mijn papa naar hier gekomen en daarna mijn mama. En dan hebben ze mij laten overkomen. Ja. En jij bent brugfiguur tussen de truienaren en de Sikh-gemeenschap. Omdat jij ook nog het Punjab kan spreken van waar jullie komen. En hoe komt het dan dat je dat zo goed kan? Want je was heel klein toen je naar België kwam. Bij ons thuis was het de regel. Thuis wordt Punjabi gesproken en op school wordt Nederlands gesproken. En zo ben ik ook perfect tweetalig opgevoed. En ik doe dat nu ook met mijn zoontje. We proberen thuis echt Punjabi te spreken. Ja. En dan hopen we, als hij naar school gaat, dat hij dan Nederlands krijgt. Maar er zijn wel een paar, omdat ik en mijn man altijd wel Nederlands kunnen, zijn er wel een paar dingen die hem wel met Nederlands aanleren. Ik heb honger, zodat hij dat toch makkelijk kan communiceren als hij naar school kan. Binnenkort. Gaat. Want daar gaat niemand Punjabi. Hoewel, misschien andere Indische kindjes wel. En... Punjab is de streek van waar alle Indiërs komen die hier zijn, of niet? Punjab is het, Punjab. Maar niet alle Indiërs op zich zijn van Punjab. Er zijn ook heel veel van Haryana, dat is een staat boven Punjab. Maar hier heb je ook nog Afghaanse Sikhs. Heel veel Afghaanse Sikhs, vooral in Antwerpen heb je er veel, maar hier in Sinteren ook wel. Dus de Sikhs zijn een beetje wel van overal. Ja. En is er een verschil in eten in die verschillende staten? Tussen de Sikhs van Haryana en Punjab. Dat zijn gewoon, eigenlijk zal ik maar, de Indische keuken een beetje. Ja. Maar de Afghaanse Sikhs hebben wel hun eigen gerechten. En de smaak verschilt soms toch wel. En dat komt door de streek van oorsprong dan? Wat ik nog wou weten, ben jij iemand, Navdeep, die ook kan proeven van het leven? Ik bedoel daarmee, ben jij een spontane vrouw of ben je eerder een voorzichtige vrouw? Ik zit daar zo tussenin. Hangt ervan af hoe ik me voel eigenlijk een beetje. Ik ga wel graag reizen, dus ik reis wel heel graag.
Maar natuurlijk, ik kijk ook, ben ook wel heel voorzichtig. Ik zal niet zomaar zeggen van vandaag ben ik er weg. Ja. Ik zal wel alles uitgestippeld hebben. En je hebt ook een zoontje. Ja, en ik heb dan... een zoontje nu, dus nog eens extra. alles berekenen. Dus ik ben wel voorzichtig, maar ik geniet wel van nieuwe dingen ook wel. Ja. En ook misschien nieuwe smaken dan? Ja, en, heel graag. Ja. Ik eet heel graag, dus ik heb graag voeding ook wel. Ja. Daarom dat ik heel graag naar andere keukens ga ook. Dus het is niet alleen de Indische keuken die me aanspreekt, maar ook rondom. En kook je bij je thuis zelf of doet je man dat? We doen dat samen. Afhankelijk wie tijd heeft eigenlijk. En kies je voor zoet of voor zout s'avonds als je niks vooral te doen? Warme, zoutige maaltijden eigenlijk. Ah, okay. Zoet iets minder. Ja, misschien daarna. Als die suiker lekker gebakken. Navdeep, we gaan hier moeten afronden, want het begint hier allemaal lekker te ruiken. Graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Dit was Alle Vijf op een Rij voor vandaag. En hopelijk bent u er een volgende keer ook weer bij.